Goedemorgen allemaal en ik durf het bijna niet te zeggen, maar welkom bij Vlogmasdag 1. Is it there anyone who knows what Christmas is all about? Het is voor mij vandaag de dag voor 1 december. Het is woensdag. Ik ben inmiddels lekker wakker geworden. Ik heb lekker mijn onesie aangedaan met een shirtje eronder. En ik zit lekker aan een bak koffie. Het is 9:30. Het is niet zo vroeg meer. Maar ja. Ik kan gewoon niet geloven dat het voor mij morgen of voor jullie vandaag 1 december is. Ik heb heel erg lang nagedacht over of ik wel of geen vlogmas wilde doen. Ik zit eigenlijk namelijk, en misschien dat jullie dat ook hebben gemerkt, sinds ik een relatie met Tom heb, heb ik het vlog een beetje opzij gelegd. Omdat ik me op ons wilde storten, me op het leven er rondomheen, mezelf wilde storten. En eigenlijk het vlog een beetje verwaterd heb de laatste jaar. Ik wil wel vlogmas weer op gaan pakken. Ik twijfel nu nog steeds of ik het dagelijks moet gaan doen. Of wekelijks of in 2 delen. Dus dat betekent dat er dan in plaats van maandag tot zondag 1 week. Dat ik hem per maandag tot vrijdag. Zondag online of zaterdag online. En dan zaterdag op zondag maandag online. Dus dat er zaterdag en maandag een vlog komen. En anders komt er gewoon elke maandag. Of elke zondag, sorry. Een nieuwe vlogmasweek online. Ik twijfel heel erg of ik dat dus wel of niet wil doen. Ik wil aan de ene kant ook heel graag het dagelijks weer oppakken. Maar ik denk dat ik dat halverwege de maand ga afbreken. En dat vind ik super zonde. Super naar. Vind ik helemaal niet leuk. Er zullen ook genoeg dagen zijn dat dat gewoon niet gaat werken. Maar op zich, jongens, moet ik zeggen. Ik denk dat dat goed gaat komen. Ik ga gewoon, weet je, ik spreek vanaf nu met jullie af. Ik ga proberen elke dag een vlog online te gooien. Hou je niet vast aan de vaste dagen, vaste tijden. De vaste tijd zal wel 4 uur worden. Maar hou er wel rekening mee dat mocht het me niet lukken, plak ik 2 dagen aan elkaar vast. Of iets meer. Het ligt er een beetje aan. Ik laat dat ook wel op mijn kanaal weten, zo in de shortjes. Tussendoor. Dus hou dat ook in de gaten. Maar we gaan wel van start. Het is dus eigenlijk vandaag de dag voor 1 december. Dus eigenlijk is het officieel nog geen vlogmas. Maar ik dacht, ik start hem vandaag gewoon om jullie gelijk even in te lichten voor de rest van de maand. Ik pak hem dus gewoon per dag. Nu besloten. Maandenlang over getwijfeld. En nu denk ik, we doen het gewoon. In ieder geval, het is dus voor mij vandaag de dag voor 1 december. Ik ga zo meteen even een huisarts bellen. Want ik ben vorige week bij het ziekenhuis geweest voor een MRI-scan met contrastvloeistof. Daarin hebben ze een infuus aangebracht waardoor de vloeistof naar binnen ging. Waardoor ze dus de MRI konden maken van mijn bloedvaten bij mijn longen en mijn hart. Tijdens het zetten van dat infuus in mijn pols, want ze konden geen aderen in mijn knik van mijn arm vinden, hebben ze hem hier in mijn pols gezet. En als je heel goed kijkt, ik ga het jullie proberen te laten zien. Zie je hier, even spieken hoor, dat is mijn, zie je hier op mijn pols dat kleine bultje, plekje. Daar hebben ze dus die injectie gezet en dat is allemaal niet zo erg. Maar tijdens het zetten van die injectie, die vrouw, die hengst, die serieus die naald erin, want deze niet zachtjes, dat was gewoon wap zo naar binnen, sloeg mijn hand dood. Ik kreeg een soort idiote pijnlijke stroomschok door mijn complete hand, voornamelijk mijn duim. En ik kon vanaf het moment dat die naald erin zat, want hij heeft er heel even ingezet omdat ze twijfelde of die wel of niet goed zat, kon ik vanaf dat moment mijn hand niet meer bewegen. Die was gewoon dood. Eenmaal de naald eruit, want hij zat dus niet goed. Daartussen heeft ze vloeistof ingespoten en daarbij werd mijn hand enorm dik. Wat niet goed is. Ze heeft die naald eruit gehaald, ergens anders ingestoken. Lang verhaal kort, dat werkt allemaal goed. Maar in ieder geval, sinds die tijd, sinds dus vorige week dinsdag, dat is nu een week en een dag,
is mijn duim dood. Mijn hand, dat is redelijk prima. Is ook wel een beetje een apart gevoel. Maar mijn duim is compleet dood. En doet ook de hele tijd zeer. Ik heb dus zometeen eventjes het idee om de huisarts te gaan bellen hiervoor. Want het is niet goed dat ik een week later nog steeds een compleet dode duim heb die ontiegelijk zeer doet. Het kan zomaar zijn dat ze een zenuw hebben geraakt of iets. Ik heb geen idee. Maar dat ga ik dus eventjes doen. Ondertussen ben ik even een YouTube video aan het kijken. Ga ik zo eventjes lekker douchen. Of ik ga vanavond douchen. Ik denk dat ik vanavond lekker ga douchen. Ga ik me zo gewoon even opfrissen en aankleden. Ik moet namelijk zo nog even naar de kruidvat. Ik moet even nog een paar dingen halen. Ik moet nog een mayo halen. Want volgend weekend gaat er iets leuks gebeuren. En dat ga ik nog niet vertellen. Dat zullen jullie denk ik hier en daar wel een beetje zien. Maar ook dat ik zit volgend weekend trouwens aan de overkant bij mijn schoonmoeder. Dus het is daar een beetje wikken en wegen wat er wel en niet gefilmd kan worden. Maar goed, dat is op zich niet zo heel erg. Verder gaan we het meemaken. En ga ik jullie vandaag in ieder geval meenemen. Ik ga me zo in ieder geval klaarmaken. Ik heb jullie lekker bijgekletst. En ik zou zeggen, kijk lekker gezellig mee. Weer vroeg met dag 1. Goed, ik ben helemaal blij. Want de eerste 2 adventkalenders zijn binnen. Er komen er nog 3. Er komt nog een spa adventkalender voor mezelf. Er komt nog een picknick adventkalender voor mama. En er komt een koffie adventkalender voor mijn pa. Ja, niet voor mezelf dit jaar. Ik dacht, ik ga niet weer een adventkalender met koffie doen. Dus die is voor pap. Die van Tom is binnen en die van mij is binnen. Dus er komen er nog 2 of 3. Ik dacht dus dat er nog 2 kwamen. Maar ik dacht dus dat die van ma was, die Lipton. Maar ik heb natuurlijk een pickwick voor mijn moeder besteld. En Lipton voor mezelf. Helemaal blij. Oh, kijk nou. Er zit een cavia in de hooiruif. Dat is de jongste van het hele stelletje. Hey Rio! Hey Rio! Hey! Hallo! Kijk! Dus nee, ik ben helemaal happy en ik ga even warme chocolademelk maken en drinken. Even mijn schoenen uitdoen. En dan ben ik helemaal blij. Goed, inmiddels ben ik even op pad geweest. Ik rij nu even de scooter naar binnen toe. Ik wil jullie even ergens kwijt, maar dat gaat niet zo makkelijk. Ik leg jullie daar wel zo. Ik moest dus schmink hebben. En dat heb ik gehaald. En gelijk even bij Action geweest. Dus dat ga ik even binnen sjouwen. Goed, ik ga beginnen met het avondeten. Tom is lekker boven aan het gamen. Ik ga lekker beginnen aan het eten. Ik ga een overschotel maken. Ik heb... ik ga jullie gewoon lekker laten zien. Ik heb geroosterde knoflook opgebakken aardappeltjes. Dus die doe ik meteen lekker bakken in een pan. Dan heb ik hier julienne worteltjes en prei. Dan heb ik hier spekjes. Ik heb nog een aangebroken zakje spekjes. En ik heb burgers. Ik ga ze niet allemaal gebruiken. Maar ik ga er dus een overschotel van maken. Ik ga de ene helft... Tenminste voor mezelf ga ik een klein schaaltje doen met groenten erbij. En mijn vader en Tom die zijn daar niet zo heel erg van. Als het zonder kan, dan hebben ze graag zonder. Dus vandaar. Even een pan pakken. Die. En even een pan voor de prei en de wortel. Ja, en de spekjes. Dat is waar ook. Maar goed, in ieder geval. Ik word gebeld. Hoe is mijn telefoon?
Oké. Okay. Is it there anyone who knows what Christmas is all about?